De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, kan de commotie rond de goedkeuring van de nieuwe ID-kaartenwet nog steeds niet begrijpen. De wet is op 21 december met 28 stemmen goedgekeurd, maar volgens de oppositie en diverse critici zijn sommige een paar zaken met niet correct gegaan. Met name de investering van $9.5 miljoen vindt de oppositie aan de hoge kant. Daarnaast maken ze zich ook zorgen om de privacy van de gegevens die op de chip van de nieuwe ID-kaart komen. Noor Salim stelt dat de nieuwe ID meerdere voordelen zal hebben voor de gemeenschap. Anders dan wordt beweerd, benadrukt de minister, dat dit project niets te maken heeft met de komende verkiezingen. Het heeft niets te maken met de verkiezing, want de overgangsregeling is 3 jaar. Dus als u, laat me duidelijk zeggen, als u meneer Pinas nu op dit moment pas in 2021 uw kaart vervangt, dat wil zeggen dat u nu nog met uw oude gaat lopen. Maar dat betekent dat u ook met uw oude kan gebruiken om te gaan stemmen. Dus het heeft absoluut niets met die verkiezing te maken. Maar ik begrijp, ik probeer te begrijpen dat men een bepaalde smet wil leggen op het gezicht van die regering. En ik vind dat we wel politiek mogen bedrijven in dit land, want daar heb je coalitie en oppositie. Maar als het gaat om zaken die goed zijn voor het land. Dus al had je moeite met wie dan ook, Noor Salim of Bies of wie dan ook. Als je naar die wet kijkt, het zou de Kamer breed. En dan hoor ik dat mensen zeggen, ja, ik zou voor die wet willen stemmen, maar ik ben belet geworden. Een stukje nationalisme moeten we wel aan de dag leggen. We kunnen verschillen van politieke kleur, misschien partijpolitieke ideologie kunnen we verschillen. Noor Salim stelt dat de communicatie met verschillende instanties straks zal beginnen. Ze zullen dan informatie krijgen over belangrijke zaken rond de nieuwe ID-kaart. Met name uittreksels komen weg te vallen wanneer iedereen beschikt over de nieuwe pas. Dat de bedoeling is dat nationaliteit, verklaring, uittreksel tot het verleden gaat behoren, want al die informatie staat daar. Ja toch? Het enige wat het kost voor die organisatie is dat ze die reader hebben. Ze kunnen lezen. Laat me dit extra aandikken. Ze hebben een leesfunctie. Hè? Ze kunnen, als je gaat naar de bank, zo hoeft de bank maar je kaart te plaatsen op die reader en dan leest je alle informatie. En die communicatie, uiteraard moet je dat authenticeren met je duim of je vinger, want dat zijn je vingerafdrukken zijn op die kaart, toch? Dus de communicatie met die instanties, we hebben onze communicatieplan al ready, dus komt heel binnenkort, waardoor zij ook binnen hun dienstverlening de aanpassingen die gepleegd moeten worden. En in dit geval praten we over een kaartreader, praten we over een software. Voor de rest kan... We weten ook dat Kamer van Koophandel, wij in het verleden ook hebben gekeken naar mogelijkheden om hun access te geven bij het lezen van die data. Nou, nu hebben ze dat probleem niet meer. Dat was dus de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim. Hij benadrukt dat de nieuwe ID-kaart meerdere voordelen zal hebben voor de gemeenschap.